Oi, 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 ik ben nou een nummertje aan het oefenen. Het gaat van laag naar heel hoog. En als je daar geen polyp van krijgt op je stembanden, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, ik zal even een stukje laten horen. The man behind the trigger got blood on his fingers and runs. It ain't loving and giving when you take too much. If somebody else can we die? Suicide. Don't sugarcoat it. Just let me. Dat dus. Goedemorgen. Ik ga nu even schoonmaken bij de vrouw die ik help, omdat een schoonmaakster met vakantie is. En daarna, heel speciaal, dan komt er een jonge man hier die ik 17 jaar niet gezien heb. Hij woont in hetzelfde dorp als ik. En we hebben laatst toevallig contact met elkaar genomen via Facebook. En nu gaan we 17 jaar bijkletsen. Dus het wordt vast wel heel gezellig. Goeie reis! Gaat hij dan? Hypnose nummer 2. Ik ben er weer. Ik zit weer in de auto na de hypnose sessie. Het ging een beetje anders dan ik wil. Of nou ja, wie bepaalt dat? Dat is je onderbewuste. Ik ga eerst even sporten en daarna zal ik wel even vertellen hoe het allemaal gegaan is. Hypnose deel 2. Ze had van tevoren gezegd. Het kan zo zijn dat je meer baten hebt dan lasten van de dingen die je, de problemen die je opgelost wil hebben. Dus dan kan het zo zijn dat je onderbewust als het ware niet gaat meewerken. En misschien was dat wel een beetje het geval vandaag. Nou, eerst hadden we een gesprek. Vervolgens mocht ik weer in die lekkere ontspannen stoel gaan zitten. We gingen weer wat ademhalingsoefeningen doen. En ogen dicht. En het duurde wat langer dan de vorige keer voordat ik helemaal volledig ontspannen was. Ik was nog heel erg met mijn gedachten bij andere dingen. En als er dingen zijn, dan ging ik daar helemaal over nadenken. Terwijl de vorige keer was ik echt helemaal zen, als het ware. Dat duurde dus even, maar op een gegeven moment was ik wel helemaal ontspannen. Toen was ik ook helemaal loom. Oh ja, en ditmaal deden we het iets anders. Ik moest mijn hand op haar hand leggen. Zo, en dan op die manier gingen we naar de hypnose en ik merkte wel dat mijn hand steeds ontspannender werd, steeds zwaarder aanvoelde. Toen was ik eenmaal gehypnotiseerd. Toen, dat was wel grappig, moest ik, zij deed alsof ik een trap naar beneden moest. En elke tree, dan zei ze weer iets waardoor ik nog dieper in ontspanning kwam. En beneden aan de trap, daar was een vervoersmiddel, zei ze. En toen zag ik een driewieler voor me. Dus toen ging ik op die driewieler. Ging ik nog. Want toen moest ik naar beneden gaan rijden. Moest ik nog meer naar ontspanning toe. Dat was dus op een driewieler. Nou, whatever. Vervolgens. Het was dus de bedoeling dat we naar de angel zouden gaan. Dus naar het moment waarop mijn brein heeft besloten om mij te beschermen. Om altijd maar hard te werken. Om dingen niet los te laten. Om. Altijd maar goed mijn best te doen. Het is nooit genoeg. En waarom mijn. Het moment waarop mijn brein dat heeft besloten. Want dan kun je dingen gaan veranderen of sturen. Nou, dan moest ik eerst naar een moment in mijn leven van de afgelopen tijd. Zeer recent. Wat een moeilijk moment voor mij was. Of waarbij ik die negatieve emoties had. Nou, toen zei ik dat mijn zusje ging verhuizen. Dus dat ze niet meer bij mij ging wonen. En nou, er kwam een bepaald gevoel bij. Dat was ook best wel heftig. En daarna ging ze mij nog dieper hypnotiseren om naar het allereerste moment in mijn leven te gaan waarop ik die emoties heb gevoeld. En op deze hele aparte manier ging ze hier zo tikken. Zo. En dan tot 3 tellen en dan moest ik dieper. Nou, het eerste wat ik voor me zag was dat ik lag in bed, in een stapelbed. En er was iemand bij mij. En ik kan me nog herinneren dat we een stapelbed hadden vroeger. Dus op zich, nou, kan.
Nee, toen ging ze vragen stellen en met heel veel vragen kon ik geen antwoord geven. Dan was het van, wie is er bij je? Ik denk mijn vader, gaf ik dan als antwoord. Terwijl, in principe zou je dat dan helemaal helder voor je moeten kunnen zien. Is het dag of nacht? Weet ik niet. Is het, nou ja, kwamen allemaal vragen en ik kon gewoon heel veel dingen kon ik niet zien. Dus dan haalden ze mij weer terug. Dat ging wel 3 of 4 keer. Maar steeds zag ik weer iets. De tweede keer zag ik weer dat ik in die stapelbed lag. Maar het was weer heel anders. En de derde keer klom ik over prikkeldraad heen. Over een hek. En ik had het gevoel dat iemand achter me aan zat. Dat was wel een heel onbehagelijk gevoel. En de vierde keer zag ik een roos die openklapte. Dus het, ja, ik ging niet echt naar de clue toe. En toen gingen we even terug naar dat gevoel wat ik met mijn zusje had. Maar toen kwam dat gevoel helemaal niet meer. Het was best wel een ontspannen gevoel. Toen gingen we weer terug naar dat oude, naar het allereerste moment dat ik dat ervaarde. En toen voelde het ook wel oké. Dus het strookte niet helemaal. Dus op een of andere manier wil mijn onderbewuste dit niet. Of mijn bewuste niet. Ja, want datgene wat ik doe, dat... ja, ik bereik er wel heel veel mee. Dus misschien wil mijn brein dit helemaal niet of zo. Maar goed, we gaan in ieder geval de volgende keer gaan we parts therapie doen. Deel. Dus dan, ik weet niet precies wat het inhoudt. Ik ben heel benieuwd. En mogelijk dat deze therapie, dat we die er dan achterna doen. Achteraan. En dat dan wel gaat werken. Ik hou je op de hoogte. Hielke stuurde mij om 7 uur een berichtje opstaan. En we gaan een dagje naar Schiermonnikoog. En ze is gewoon op tijd. Het is 7:45. Ze is gewoon 8 minuten te vroeg. Ja, goedemorgen. Parkeerplaats 1 is helemaal vol. En hier staan rijen mensen. Iedereen gaat naar Schier. En er komt een tweede boot. We gaan met de monnik. We zijn er bijna. Dit is een beetje vreemd, want er mag maar 1 persoon per fiets. En we hebben een tandem. Oké, doei. Er mag maar 1 persoon. Nee! Oh, Jilke, fiets nou eens door. Kijk, dit is wel goed voor mij. Onder een mom van loslaten, want ik heb een stuur die niet kan bewegen. Dit is wel echt goed voor mij, voor deze controlfreak. Goed bezig, Jil. Oh, ik zal even weer meetrappen. Yeah, verstandig, insmeren. Ik ga gewoon echt niet verbranden, dat weet ik zeker. Dan kunnen we dat dingetje niet wat verder dragen. Nee, ik vind het wel echt. Wat? Jij zit over. Wij zijn aan het chillen. De lunchkaart bij de Marleen. Het wordt een soepie. Oelala, lekker hoor. De soepjes waren heerlijk. We zitten lekker te chillen. Al vanaf 12 uur zijn we hier volgens mij, of nog eerder. Ja? Ja, chill. Hey, okay, je moet wel zwemmen tussen de vlaggen, hè? Oké. Oh ja, nu moet je uit. Oh ja, nu weet heel Schier het. Zeesterretjes! Hey Patrick, waar is SpongeBob? Hey! Nice. Ja, levensgevaar. Voor mijn schoenen, om nat te worden. Ze zijn een beetje nat. De schoentjes weer aan. Het is hier echt mooi. Woehoe! Hoi Joke, vind je het leuk? Eng! Wat is er eng dan? Geen controle!
Oh, no control. Ja, maar jij bent niet zo'n control freak als ik. Toch? Nee. Nou, we werken misschien wel een beetje. Oh. Ik heb ergens last van nu hoor. Net ook niet trouwens toen jij fietste. De strijd gaat beginnen. Esther versus Hielke. Hielke start bij baan nummer 1. Oh, nog even inslaan. Oeh, dat is 1. Het is echt heel spannend. Hielke loopt met 1 punt voor. Wij zijn hier echt geniaal goed in. Hielke, vind je ook dat we hier heel goed in zijn? Oké, gelukkig. We hebben gewoon een huishoudmerk. Zo, echt al. Wel het familieweekend deden we dit altijd. Ja, dat is nummer 3. Ga door. You can do it. Ja! Dit wordt wat. Here she goes. Oh, dat is 1. Dat is even oefenen. Yo! Nog zachter. Dus 2, ja. We gaan weer nog steeds redelijk gelijk op, geloof ik. Het is best wel spannend. Wij zullen vooral heel goed in punten halen. Zoveel mogelijk punten. Ja, mami staat er. Oeh. En nu gaat Esther de spiraal proberen. Ja, dat is een makkelijk eitje. Ja, en naast die. En de tweede plek met 97 punten is Hielke de Boer. Woehoe! En trommelroffel. Eerste plek 83 punten. Esther de Boer. Woehoe! Maar anders had jij een rotdag gehad. Maar we zijn trouwens echt wel goed in heel veel punten halen. Moet je eens laten zien. Ja, jou valt nog mee. Mijn oh ja, die voor jou is echt heel veel 8. 8. Dat is even oefenen. We hebben ongevraagd een amuse gekregen. Maïssoep. En chippies. En ik weet het niet. En olijfjes. Vet chic. En dan zit ik hier met mijn schoenen uit. Ik neem een droge witte wijn. Oké. Sauvignon Blanc of een Chardonnay. Een chipsie. Ja. Ik neem water en thee. Welke is het? Oh. Hielke, wat ligt er op jouw bordje? Chichi. Wat ligt er dan? Pochet ei, groene asperges en een pastinaakcreme. Oeh, spannend. En bij mij ei met spinazie en asperges. Ik heb een gepocheerd ei met truffel en spinazie. En jullie wil? Lasagne. Oeh. Oh, we fietsen alweer terug. Wat zo'n lekkere dag. Hielke heeft echt gas erop. Wiehoe, het laatste stuk. En de boot komt er al aan. En Hielke aan wapperende haren. Dat was hem alweer. Vond je het leuk? Top dag. Cool. Ja, heerlijk. Gaan we weer? Ja, naar Borg. Oh, we gaan naar Borg. En we gaan ook bij de Body Buddies. Hey, dit was vlog 17. Zie je later. Doei.